Super tof dat jullie kijken naar mijn gloednieuwe vlog. Mijn naam is Marijn Marcus en oftewel, ja. Yo mensen, en super tof dat jullie kijken naar mijn gloednieuwe vlog hier op Team Park Reporter. Vandaag zijn we, ja, niet in de Efteling, maar wel in een ander attractiepark, namelijk Toverland. En je zult vast afvragen van wat ga je nou in Toverland doen? Nou, wat gaan we hier doen? Wat? Dus, waarom kwamen we hier naar Toverland? Naar Toverland, ja. Ja, wacht, kan opnieuw. Ja mensen, en super tof dat jullie kijken naar mijn gloednieuwe vlog hier op Team Park Reporter. Vandaag zijn we, ja, niet in de Efteling, maar wel in een ander attractiepark, namelijk Toverland. En je zult vast afvragen van wat ga je nou in Toverland doen? Nou, wat gaan we hier doen? Toverland, ja! Ja, de zon begint nu net door te komen. Beetje apart, want net was het, zoals je ook een beetje kan zien, was het een beetje grijzig. Maar ja, nu komt de zon lekker door. Dus de meeste mensen die hier nu ja, weggaan, gaan of naar huis of naar de camping. Maar wij zijn in principe pas vanaf 7 uur welkom. Dus nog ja, kleine 35 minuten wachten of zo. Dus ja, ik heb heel veel zin en we zijn hier ook onder andere dus voor Maan en voor Kriskos Amsterdam en ook voor de attracties. Yes! We moeten hier met een soort circus act of zo hier ja, in Port Laguna. Dus ja, dat is helemaal leuk, helemaal mooi. En dadelijk voor mij om 7 uur is ook nog een eerste optreden. Het podium als het goed is en sowieso een beetje overal in het park. Dus ja, lekker binnenkomen zo met een soort entertainment van met circus clowns of zo. Bij het hoofdpodium begint eigenlijk ook nog een soort optreden. Maar dus ook, naast alle optredens is er dus ook heel veel entertainment. Zoals ook was bij de ingang was er entertainment, wat je dus had gezien. Maar hier zijn heuse bellenblazers of zo. Ziet er heel vet uit. Ik vind vooral die guy, die is echt heel mooi gekleed, vind ik zelf. Phoenix is als het goed is nu ook een DJ bezig, La Funette of zo. Ik weet even niet hoe je dat uitspreekt. Maar we gaan sowieso even kijken of het in het donker die bellen blazen. Ik weet niet of ze dat dan nog zijn, maar even kijken of we dan in het donker dat ook kunnen zien. Maar voor nu gaan we al gelijk meteen naar Phoenix. Ja. Oké, nou even kijken of die open is. Maar ik denk het wel, dat moet haast wel. Dus ja, ik zou zeggen, let's go. Hopelijk als hij, want ik zie hem nog niet rijden. We hadden hem al wel zien rijden toen het park zeg maar officieel dicht ging. Maar voor nu nog niet. Dus we gaan meemaken. Oh ja, even een handige. Of ja, even een leuk feitje. Niet echt een feitje, ja. Het is een soort tip eigenlijk. Zie je dat? Huh? Wat? Oh ja, oké. Misschien als een Phoenix zit te komen in de. Hoe heet het? In de aftermovie van Toverland Live. Oh ja, trouwens, dit is wel een leuk feitje. Dit is de eerste editie van Toverland Live. Dus ja, ook vanwege corona kon het voor mij vorig jaar niet doorgaan. Maar dit is nu de eerste editie van Toverland Live. En het andere wat ik wil zeggen is dus dat je geen GoPro's en zo mag meenemen om onreis te filmen. Wat dus normaal gesproken wel mag, maar in verband met Toverland Live mag het niet. Het is even wel handig om te zeggen als het misschien volgend jaar ook weer doorgaat. Dus we gaan het zien hier in Avalon.
lekker eerste ritje op de Phoenix. Ja, en wat... dat was echt geweldig. Nou, dat is mooi om te horen. Vind je hem beter als bron? Of... ja, veel beter. ja, dat is gewoon de power of the Phoenix. Hij gaat net weer omhoog, dus we gaan hem eventjes... even kijken, we gaan hem even goed filmen. Ja mensen, dat was echt een super gaaf ritje op Phoenix. Met lekkere dansmuziek van, ja, ik kan zijn naam niet uitspreken, La Fournette of zoiets. Dus ja, dat was echt heel vet. Hey hallo allemaal, daar ben ik weer, Sophie uit de Efteling vlogs van Team Park Reporter. Hallo. Maar welkom bij deze vlog. Ik ben er ook even en ook hier op. Is Naomi en Marijn. Ja. Natuurlijk de maker van dit kanaal. Dat doen maar we hallo even allemaal, wij zijn vandaag lekker in Toverland live. Nou, ondertussen is weer in Phoenix geweest. voor mij is ondertussen ook op de mainstage. Dus Crisscross Amsterdam bezig. Maar we gaan even voor onszelf even wat eten scoren. Want we hebben onderhand wel een beetje trek gekregen naar een paar ritjes Phoenix en een ritje in Dwervelwind. Dus we gaan even kijken of we iets lekkers kunnen scoren. Nou mensen, de avond begint hier een beetje te vallen in Toverland live. Nu gaan we, in plaats van op de trooi, gaan we in de trooi. Dus ik ben heel erg benieuwd naar de reactie van Naomi. Ja. Want ja, zoals je al weet, ze zijn nu wel al op geweest. Maar zij is nog niet in geweest en ik wel. En ik zelf vind het echt een hele vette achtbaan. Dus hij is sowieso beter als Joris en Draak. Laten we dat wel even duidelijk maken. Dus het avondje begint hier mooi te vallen. En over een kleine, ja, 20 minuten zeg maar, is kom maan. Dus daar gaan we ook even bij kijken. Dus ook al hebben we net gegeten, gaan we alsnog de trooi in, maar... het maakt helemaal niks uit. Dus in wacht ga je ook allemaal muziek, dat is helemaal vet. Dus ik weet eigenlijk niet of helemaal goed lopen, maar boeien. De trooi. Hallo lieve allemaal. Welkom hier bij deze eerste editie van het Toverland Festival. Wie van jullie is al in de achtbaan geweest? Ik ook, net in die houten. What the fuck, jongen. Oh my god. Holy shit. Van de uitgang van Port Laguna, terwijl Maan nog even haar laatste liedje zingt en daarna Rolf Santjes gaat optreden. Ja, wil ik hierbij dus de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze eerste editie van Toverland Live. Ja, ik had deze tickets gewonnen, dus ik denk niet dat ik er volgend jaar bij zou zijn. Het is, ja, wat vind jij ervan? Ja, superleuk, echt. Ja. Ik ben normaal niet zo van de festivals, maar het is wel een aardig sfeertje. Maar wel, ik had dus eigenlijk tickets gewonnen, dus daarom dat we nu hier zijn. Abonneren, like, abonneren, op Team Park Reporter!
Even het belletje in te klikken naast de abonneerknop en even een reactie achter te laten hoe jij Toverland live vond en of jij hier bent geweest en of jij misschien volgend jaar gaat. En dan zie ik jullie de volgende keer weer waarschijnlijk vanuit de Efteling. Later! Later.